Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 27 april van Weerplaza. Het is een nogal wisselvallige Koningsdag. Vanochtend hebben we te maken met een storing met bewolking en regen. In Zeeland klaart het in de tweede helft van de ochtend al op, komt de zon erbij, terwijl in het oosten nog bewolkt en regenachtig is bij 9 of 10 graden. Vanmiddag komt de zon overal tevoorschijn in ons land. Met 11 tot 13 graden is het wel fris en verspreid kunnen er een paar buien vallen met kans op onweer. Het waait stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 6 of 7 langs de kust. Vanavond komt er verspreid nog een enkele bui voor bij een temperatuur van 9 of 10 graden. Morgen is het nog steeds wisselvallig met geregeld buien, met name in het zuiden en westen van het land. Verder is het nog tamelijk fris met 12 of 13 graden. Er staat wel minder wind morgen. Daarna knapt het weer op. Maandag en dinsdag zijn vrijwel droge dagen. De zon komt van tijd tot tijd tevoorschijn. En de middagtemperatuur gaat omhoog naar 15 tot 17 graden. En dat is best wel aardig weer voor de meivakantie. Mijn naam is Diana Boy van Weerplaza.